Goedendag allemaal, welkom weer op een nieuwe videootje van Boetje van Boetje. We staan weer op Berkenveld. Zonne seasons, zoals ik de eerste deel heb gezegd van deze opnieuwe serie. Zonne seasons, ik heb even uitgelegd in het eerste deel van waarom en dingen. Dus daar ga ik nou niet over uitbreiden meer, want dat heb ik bij deze deel. Ik vond het een beetje te langzaam gaan en oké. En sommigen zeggen ook wel, ja, je doet het verkeerd en het zal wel, maar ik ga weer even kijken van, ik ga andere video's bekijken weer van seasons, wat ik allemaal verkeerd doe. Dus, maar ja, ik heb nou deze serie weer begonnen opnieuw, zonne seasons. De eerste deel zag je mij maaien. Nou, ik heb inmiddels een beetje alles gemaaid. Ik ben blijf een beetje van de kanten af eigenlijk. Wat ik de eerste keer zei van, dan wordt het moeilijk. Ik ga nou een beetje windroeien, alles een beetje bij elkaar doen. En ik moet zo even een laadwagen kopen, of een opraapwagen, hoe je het wil noemen. Ga ik even kopen. En ik ga nou eens even het gras een beetje bij elkaar harken. Want dat is het eigenlijk, een beetje harken. Eigenlijk de... Probeer het zo een beetje netjes mogelijk te doen. Een beetje recht mogelijk. Soms lukt het wel en soms lukt het niet. Maar ja, het gaat zoals het gaat. Zo. Dus de eerste deel was ik hier aan het aan maaien. Deze eventjes uit het gras halen. Een beetje weer. Dus het tweede deel al van deze serie al. Ik maak zo'n beetje een paar video's in één keer eigenlijk. En zo, dan is die een beetje uit het gras. Dan kan je wel zien wat wij hebben. Ja. Grote hoop een beetje. Zo. Het zeflats. Ja.
Ja, Seasons viel mij eigenlijk een beetje niet. Wat ik zeg, ja, misschien doe ik het wel verkeerd of wat dan ook, of niet goed. Ja, het zal allemaal wel weer, maar ja, nee, ik weet het niet. Het is hartstikke leuk hoor, Seasons. Begrijp mij niet verkeerd. Want ja, bij de ene lukt het en bij de andere lukt het weer niet. Het is gewoon, dat is gewoon zo. Nou ja, daarom zeg ik, ik ga nog andere video's bekijken. Wat ik allemaal verkeerd doe van andere streamers. En misschien zeg ik, ja, ja, ik ga weer een poging wagen. Maar voorlopig even niet. Voorlopig hou ik dit eventjes. Ja, laat ik even. Zo. Naar beneden. Daar gaan we weer. Voorlopig houden we even bezig met deze serie eventjes. En wat ik in de eerste aflevering zei van, ja, dit is echt een hele leuke map. Echt voor kleine machines of middelgrote machines. Maar niet echt voor de allergrootste machines, want dat gaat niet werken. Want het verkeer gaat ook sneller als normaal. Dus het is, de makers hebben het verkeer wat sneller gezet. Voor mij een beetje realistischer als wat normaal het verkeer rijdt. Ik vind het wel iets meer realistischer, iets sneller. Want in het gewoon leven rijdt het verkeer ook wat sneller. En die houden ook niet aan de regels. En ja, dat. Weet je, dus dat vind ik wel realistischer. En sommige keer, ja, is het vervelend. Steek je over en dan maaien ze je van de weg af. Maar ja, ik vind het wel een beetje realistischer eigenlijk, hoe het verkeer nu is eigenlijk. Sommigen zetten dan het verkeer uit. Dat kan ook. Maar ik vind het wel leuk als het verkeer aanstaat. Goed. Hartse flats. Ja, ja. Ja, wat ik zeg, ik maak meerdere video's achter elkaar. En dan, ja. Zie ik wel wanneer ik ze upload. Ja, meestal is het niet achter elkaar uploaden. En meestal zit er een paar dagen tussen. Maar ik zorg wel voor dat er genoeg video's zijn. Wat ik zeg, ik maak meestal 2 of 3 of voren. En die edit ik dan later weer. En ja, dus dat is, ja, zo doe ik het. En er zijn ook mensen die 1 videootje maken. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar ik doe het meestal 2 of 3 videootjes maak ik ervan.
En dan, ja, ga ik even kijken wanneer ik ze ga uploaden. Dan heb ik in ieder geval wat op voorraad. En ja. En dat is wel, ja, lekker. De ene maakt één keer een videootje op een dag of wat dan ook. En de andere maakt dan, nou ja, misschien 3 videootjes op een dag. Dat kan. Maar het ligt er gewoon aan wat je zelf plezierig vindt natuurlijk. Dat is gewoon zo. En de ene maakt dan een videootje in de week. Of 2 videootjes in de week. Dat kan ook. Dat is ieder voor zich natuurlijk. Eigenlijk. En iedereen speelt. Ja. Op zijn manier. Wat ik de eerste deel ook zei van, ja, ik speel op mijn manier. En er zijn ook anderen die op hun manier spelen. Ja, dat kan. Ik bedoel, dan heb je ook, dat vind ik ook wel leuker. Dan zie je ook van iemand anders zijn werkwijze, hoe hij het doet. En dat vind ik alleen maar leuk. Een beetje gevarieerd. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Hoeft niet allemaal tegelijk, weet je. De ene doet het zus en de ander doet het zo. Ja, en dat is het leuke, vind ik. Ja, je ziet andere stijlen ook. En ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk natuurlijk. Dat maakt het spel ook gevarieerder, vind ik eigenlijk. Ja. Ik kijk zoals in multiplayer ook. Ik noem maar wat. De andere die heeft iets meer nodig. En de andere die doet het op zijn manier, die vraagt ook niks, die doet het op zijn manier. En ja, en er zijn ook weer anderen die zeggen van ja, wat moet ik nou doen? En hè, dat kan, dat is mogelijk. En er zijn ook andere mensen die doen maar wat. Op een multiplayer map. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, die komen erin en die weten gelijk wat ze moeten doen. Of die vraag is, wat moet ik doen? Nou, moet je dat of dat doen? Nou, en dan wijzig vanzelf. Maar er zijn ook weer andere mensen die zeggen van, oké, wat kan ik nu doen? En dan. Maar er zijn ook mensen die gewoon op de server komen en die zeggen van oké, dat moet ik doen, dat moet ik doen. Oh, mooi. Nou, die mensen gaan hun gang ook. He? Of ze doen het iets verkeerd en dan zeg je, ho, wacht even, je kan dat ook op die en die manier doen. He? Zo heb je ook, ja, he? Zo kan je elkaar een beetje helpen eigenlijk. Ja. Als ik op een server kom, dan vraag ik ook van, oké, wat moet ik doen? En dan weet ik gewoon wat ik moet doen, eigenlijk. Dan hebben ze geen kind aan mij, eigenlijk. Als ik het eenmaal weet, dan, oké, prima. De ene doet het zo en een andere doet het weer op zijn eigen manier. Dus dat is even vraag, oké, hoe wil jij het gaan doen? En en er zijn ook even mensen die zeggen, doe het op jouw manier, hoe jij het doet. En ik vind het prima. Die heb je ook. Dat vind ik dan plezierig.
als iemand anders zegt van, en die kijkt op jouw werk en die heeft dan heel veel kritiek en dan zeg je, ja, doei, weet je. Maar ja, die mensen zijn er ook, dus ja. Maar, okay. Wat ik zeg, ieder zijn eigen meug en dat maakt het spel ook leuker, vind ik. Hè? Allemaal verschillende stijlen. Hè? De ene doet het zo, Klaasje doet het zo, en Pietje doet het zo. Weet je, dat is heel leuk. Weet je, dat maakt ook een beetje variatie in het spel. Het is niet iedere keer hetzelfde eigenlijk. Weet je, dus dat is wel leuk. Goed, ik ben wel aan oude hoeren zo. Ja, ik moet ook de tijd een beetje voorpraten. Hey, ik heb lekker muziek hier op de achtergrond. No copyright muziek heb ik meestal aan. En ja, dat is. Vaart YouTube niet over. Ja, de ene keer wel, en de andere keer weer niet. Dat is. Wat hun pet ernaast staat, de ene keer, vinden ze het best. Dus, goed. We gaan even kijken hoe lang wij bezig zijn. Ja, ik zeg, ik maak het nooit zo lang. Het moet wel een beetje bekijkbaar wezen, ook voor mensen. Hè? Ik bedoel, ik ga meestal over de 20 minuten heen, soms. Maar ja, tussen de 20 en de 30 minuten doe ik zo'n beetje. Die is ook nog een beetje lang eigenlijk, vind ik. Maar ja, oké. Ik heb ook veel uit te leggen. Nee, nou. Zo. Nou. Erik van der Veld zit weer keurig bij. Zo meneer even een laad wagen kopen, zoals het heet in het spel. Ik noem het een opraapwagen, want hij raapt gewoon op. Toch? Ja, laden is ook, ook oprapen eigenlijk. Ligt eraan hoe je het noemt, hoe je het beestje wil noemen eigenlijk. De ene noemt het zo, de andere noemt het wat anders en ja. Goed. Ja, waarom doe ik het niet uit de cabine? Ik vind het soms een beetje lastig. Moet ik heel eerlijk wezen. Soms doe ik het wel. Dan vind ik het ook wel leuk, maar ik doe meestal uit de cabine. Dan weet je precies wat je aan het doen bent. Ik vind dit het prettigste werk eigenlijk. De ene, ja, daarom zeg ik, de ene doet het zo, de andere doet het wat anders. En ja, daarom maakt het spel ook leuker, vind ik. Hè? Iedereen heeft zijn eigen stijl hierin. En ja, dat maakt het ook wel weer leuk, vind ik. Ja, wat ik vind, ja, je moet een andere, hoeft een andere niet leuk te vinden natuurlijk. Maar het is allemaal verschillende stijlen. Hoep. Een beetje scheef ga ik. Maar daarom maakt het ook zo leuk eigenlijk. Goed, mensen. Ik geloof dat ik de 20 minuten nader. Hartstikke leuk dat je gekeken hebt. Dit was deel 2 van Berkenveld. Zonder seasons.
Ja, de ene zegt van, dit doe je verkeerd, dat doe je verkeerd. Ja, oké, het zou wel. Ik doe het op mijn manier en ik heb het gevoel dat het van Seasons niet zo vlot eigenlijk. Door je gewoon met, met de Seasons te maken hebben. Hè? In de winter en in de zomer, ja, dat zijn verschillende weersgesteldheden. En ja, de ene kan er goed mee om en de andere die zegt van ja, geef mijn postje maar aan Vicky. Ik vind het aan mijn best. En daarom zeg ik, en dat maakt het ook zo gevarieerd. De ene doet het op zijn manier en de ander doet het op een andere manier. Goed, mensen. Ik wil jullie enorm bedanken. Ik ga even door hier. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Ik wens jullie een fijne dag verder. En graag tot de volgende keer. Ik zeg de groeten en bye bye.